De protestacties van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAFACSUR, de Bond van Leraren, de Alliantie van Leerkrachten in Suriname en het Burgercollectief worden volgende week dinsdag voortgezet. Dit heeft vakbondsleider Robin Arendorp vandaag gezegd tijdens de vijfde dag van de acties. Volgens hem hebben de overige trekkers van de protesten voor een korte pauze gevraagd, omdat nagegaan wordt hoe nog meer organisaties betrokken kunnen worden bij de acties. Het streven is volgens de vakbondsman een ware massa op de been te brengen en een vergunning te verkrijgen. Maar Abidjima Daronu, en zolang Abidjima Daronu, wofet dat feti godoro, omdat we feti want, refaar dat feti! Voordat je niet mag klagen dat prijs op een gualok. Stel je voor, if dingen vieren wel, en dan hebben we recht om te protesteren, ja. Vreedzaam! Vandaag hebben de protesterenden niet door de straten van de binnenstad gelopen. Zij zijn wel voor Theater Uniek toegesproken door onder andere Curtis Hofwijks, voorzitter van We Zijn Moe, en Brian Boerleider, trekker van het Burgercollectief. Beide heren waren gisteren voor enkele uren aangehouden door de politie. De aanwezigen waren blij dat het tweetal op vrije voeten is. Ze zijn met luid gejuich ontvangen. Robbie Berestein, voorzitter van RAFACSUR, was niet vanaf het begin van de actie aanwezig, terwijl Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, om gezondheidsredenen afwezig was. Berestein was naar zijn zeggen eerder in beraad met diverse organisaties.